goed dat je luistert. En goed dat jij klaar zit in jouw stoel. Misschien wel in je studentenhuis, misschien wel met een biertje in je hand voor de allereerste... Het bier van de week. Oh, daar is hij dan. En in de studio is ook aangeschoven dan daardoor. En daarvoor Elze de Jong van Café van Oud. Goedenavond. Goedenavond. Wat goed jou tegenover mij te zien zitten, want we hebben dit al een tijdje, zijn we dit aan het voorbereiden. En allereerst een groot dankje aan Café van Oud dat jullie dit zo graag dit met ons gaan doen. Ja. Ja, zeker. Dit mini-radioavontuur, erg gezellig. Wat heb je voor ons meegenomen vandaag voor de allereerste bier van de week? Ja, ik dacht voor een eerste, wat moet ik dan meenemen? Nou, zoals we allemaal hebben kunnen zien dit weekend, hebben we het heel goed gedaan als Nederland. En zijn we gewoon door in het WK. Ja, gelukkig maar. Dus dat moet natuurlijk gevierd worden. Dus ik heb meegenomen de FIFA El Rai van Jopen. Ja. In een mooie oranje blik. Dus vandaar eigenlijk de keus. Het is een IPA van 6%. Met smaken van kokos. En het heet FIFA El Rai. En dat betekent eigenlijk dat er van 100% rog is gemaakt. Dus dat is ook wel heel bijzonder. En er zit een beetje geel fruit smaak in. En ik hoorde net dat Maiko hem stiekem al heeft geproefd. Ja, oh, dus, jongen toch. Ja, tijdens de vorige wedstrijd van Nederland. Helemaal in thema. Dus eigenlijk om het succes van Nederland te vieren. Nou, ik pak hem er even bij. Als jij hem nog even omhoog houdt voor de camera. Een lekker WK-biertje. Maar misschien zit je thuis al te kijken. Als jij nu even een paar keer hallo zegt, Elze. Dit is het. Ja. Wat moet ik zeggen? Hallo? Nou, dan kom je in beeld en zie je de blik. Kijk, nou. Ja. Voor de mensen die meekijken met ons op RN7. Nou, hij is geopend. Ik ben heel benieuwd. Maiko, we gaan elke week het bier van de week testen aan de hand van een set criteria. Ja, want we gaan niet zomaar in het wilde weg dat bier testen. We hebben een aantal criteria die wij belangrijk vinden voor bier. En de eerste is de kleur / de helderheid. De tweede is de schuimkraag. De derde is de smaak. En dan hebben we nog iets heel belangrijks voor studenten. Namelijk een potentieel dronkenschap van het biertje. Ja, een hele belangrijke factor inderdaad. Ja, precies. En dan uiteindelijk komen we bij een eindoordeel. En bier van ons... bier van de week krijgt van ons een aantal huisjes. Is het beste bier ter wereld? Dan krijgt hij 5 huisjes. En verder alles wat er tussenin zit. Dus ik ga hem ook even inschenken. Nou, ik heb hem inmiddels naast me staan. Ik doe hem niet hier bij het mengpaneel neerzetten, want dan ben ik straks 30.000 euro armer. Dat gaan we niet doen. Maar allereerst, Juna, de kleur en de helderheid. Wat valt erover te zeggen? Ik vind de kleur mooi. Hij sluit best mooi aan bij het blik. Hij heeft wel een beetje een oranje tint. Oh ja, inderdaad. Ja, ben ik met je eens inderdaad. Ja, helderheid. Ik kan er niet echt doorheen kijken. Nee, een beetje troebel, hè? Zit wat troebeltje in. Ja. Nou, troebel kunnen we in ieder geval opschrijven voor in onze criterialijst. Elze, schuimkraag, bevalt dat? Ja, bij mij is hij super mooi. Ik weet niet, ik kan het van jullie net niet zien. Maar perfect. Het is twee echt... Vingers schuim. Vijf huisjes. Dit zijn twee vingers, hoor. Twee hele dikke vingers, maar ze zijn er wel. Twee borstenvingers. Goed, op mijn planningje staat nu smaak. Dus ik zou jullie alvast aanraden, neem vooral een slokkie van deze, van dit bier met roggen van Café van Oud. Nogmaals, de FIFA El Rai 4.0 heet die officieel ook, heb ik gezien op het blik. Ben niet, dus het is alweer de vierde versie. Ja, ik zie je moeilijk kijken, Elze. Ja, ik moest even wennen. Je moest even wennen. Ja, het is eigen bier, hè? Dus, ja, het is echt een klassieker van de brouwerij Jopen. En echt, de brouwers zijn een groot fan. Dus hoge verwachtingen. Ik vind het erg lekker. Ik vind het ook lekker. Sinaasappelschilletje voel ik ook een beetje erin. Ja, weet je, kan ook. Ja. Maar niet die kokos. Nee, ik wou zeggen, die kokos blijft uit. Nou, in de afdronk. Ja, een klein beetje kokos hoor, inderdaad. Maar voor mij mag je ook wegblijven hoor. Zoet, bitter, zuur. Er zit echt aan de zoete kant. Ja, klein bittertje. Fruitig, zoet. Nou. Ja, IPA. Nou goed, we hebben inmiddels het alcoholpercentage van mogen vernemen. Elze, hoeveel procent zit er ook weer in dit blik? Zas procent. Potentieel dronkenschap, Maiko? Nou, niet zo heel hoog, toch? Ja, of je moet er 20 van drinken, maar... Ja, als jij 10 vaasjes wegtikt, ben je ook wel redelijk zat. Ja, dus... maar dat ben ik met normaal bier ook. Dus... Het is wel een beetje persoonsafhankelijk, hè? Ja, dat is zeker waar. Ja, uiteraard. Nou goed, voor het eindoordeel zou ik zeggen... potentieel dronkenschap niet bepaald. Maar ik vind het zo mooi dat jij een bier hebt meegenomen... dat nog een beetje te maken heeft met de sfeer waarin ik helemaal zit. Ja. Namelijk dat WK waar we nog steeds niet zijn uitgeschakeld. Het is bijna een godwonder dat het nog steeds niet zo is. Oh. Maar we gaan komend weekend kun je hier toch prima mee proosten bij Van Oud. Ja, zeker. Zenden jullie de wedstrijd eigenlijk uit, Nederland-Argentinië? Ja, zeker. Nederland-Argentinië, 8:00. Ja, Nederland tijd 8:00. Dus kom op tijd, want rond 6:00, 7:00 zal het al wel redelijk druk zijn. Heerlijk. Maiko, eindoordeel. Voor jou de hoeveelheid aan huisjes dat dit bier mag ontvangen? Ik zeg 3,5. 3,5 huisje. Elze de Jong. Ja, gaan we zuur doen met kwartjes en zo? Nah, ik vind, vind halfjes vind ik mooi. Halfjes. Ja, dan eigenlijk denk ik ook naar 3,5. Ik vind 3 net te karig. Ja, precies. 4 heel fanatiek. Ja. Nee, 3,5. 3,5. Juna, vertel. Ik ga toch wel voor die 3, hoor. Ik vind dat niet karig. Dat is nog steeds een mooie score, 3 uit 5. Dus ik ga voor 3.
Ja, nou, ik maak hem ook af met een mooie 3,5. Kijk. En ik heb geen calculator bij de hand, maar het zal ergens in de 3,3, 3,5 zitten of zo. We zijn het in ieder geval redelijk met elkaar eens. We zijn het in ieder geval met elkaar eens. Heb jij nou een bier waarvan jij zegt, hé, dat wil ik heel graag bij het bier van de week horen? Dan kun je altijd het Café van Ouds barpersoneel aan de voet trekken. Maar, belangrijker nog, dit bier dat met een hele ruime voldoende is geëindigd vandaag tijdens bier van de week nummer 1, kun jij de komende week met 20% korting bestellen aan de bar bij Café van Ouds. Ja, wat moet je daarvoor doen? Een codewoord zeggen. Ja, zeker. En Maiko, het codewoord dit deze dag is, wat mag dat de codewoord dan weer zijn? Vuvuzela. Dat is de Vuvuzela. Ja, hashtag feest. Ja, ja, ja. Oftewel, als jij Vuvuzela vandaag zegt aan de bar of de rest van de week tot en met volgende week dinsdag, dan krijg je dat bier met maar liefst 20% korting bij Café van Ouds. En dat is dus een magistrale deal. Lekker, hoor. Wij gaan eventjes verder genieten van het bier van de week bij ons in de studio. Maar we gaan het zo meteen hebben over de input die jullie allemaal leverden op @hetstudentenhuisrn7 op Instagram. Want we hebben jullie ook weer een vraag van de week gesteld deze week. Word jij nachtburgemeester? Waar zou je je dan voor inzetten in onze mooie stad? Dat zo meteen bij het Studentenhuis. Dit is RN7.